welkom allemaal bij alweer bij nieuwjaar, dat fijne jaar. Misschien als ik als eerst zou praten, dat jullie me allemaal wat beter begrijpen. Bullshit. Het is nu wel bepaald vrijdag 7 januari 2022. Alweer een nieuw jaartje bij. Alweer nieuw jaar weer. We zijn eigenlijk van zin om eigenlijk dit jaar op reis te gaan vertrekken naar één bepaalde stad. Dat ik eigenlijk al van kind af aan droom om daar naartoe te gaan. En nu uiteindelijk, eindelijk de kans heb om het een keer te doen. En dat is oprecht super chill. Dit is het land waar we gaan vertoeven. Big city of dreams, the city that never sleeps. New York. We hebben nog fameus veel te doen. We hebben nog onze papieren aan te vragen, visums. Dus ons vlucht te boeken, ons hotel te boeken. Dus ja, we hebben nog wel wat werk. Even een kleine update in verband met reis. 29 januari 2022 hebben wij dus ons hotel geboekt en onze vlucht. En dat gebeurde eigenlijk allemaal via Nekreban. Het hotel waar we zullen zitten is Millennium Hilton Hotel in downtown. Dat is eigenlijk zeer kort bij de World Trade Center. We zijn nu eigenlijk een beetje aan het praten geweest met onze TripAdvisor. Hij, de persoon eigenlijk van Nekreban, die eigenlijk alles regelt. En wij zouden dus eigenlijk als we toekomen in Newark, dus eigenlijk de luchthaven waar we zouden landen, zouden we eventueel een soort van airtrain, airbus-achtig iets kunnen nemen tot een soort van station. Dan moeten we daar een trein nemen naar New York Penn Station en van daaruit moeten we eigenlijk een subway pakken richting ons hotel. Het zou eigenlijk een pak goedkoper zijn, we zouden maar iets van rond de $15 per persoon zouden we eigenlijk kwijt zijn. Dus dat valt in principe eigenlijk nog wel best goed mee, in principe, als je het goed bekijkt. Maar zwart, vandaag dus, de 2 januari, vandaag dus, ik heb een dagje vrij. Gaan we de visum bestellen en eenmaal dat die eigenlijk in orde zijn, moeten we nog een afspraak maken voor een COVID-test te laten doen. En eens dat eigenlijk allemaal achter de rug is, kunnen we vertrekken naar New York. We zijn vandaag de 28 februari en begin deze week zijn we iets gaan halen waardoor we eigenlijk binnen zouden mogen in Amerika zelf. Dat is dus deze, we hebben de paspoorten. Nu moeten we nog juist het hotel boeken, de visums aanvragen en dan zijn we eigenlijk like voor de volle 100% zeker dat we kunnen vertrekken. Dus voor u gaat het echt totaal niet lang duren eer dat je deze reis ziet, om zo te zeggen. Maar voor ons is het nu momenteel nog 5 maanden wachten. We vertrekken normaal gezien van de 6e tot en met de 14e juni, dus dat we nog heel even geduld hebben. Maar ja, zwart, het zij zo. Kleine update, we zijn nu maart, begin maart. En we hebben over het laatste eigenlijk een soort van verder gaan halen. En daar zit eigenlijk al ons papierwerk in, documenten, paspoorten, telefoonkaarten. De tickets die we besteld hebben, ik ga nog niet te veel over zeggen, zullen we daar wel zien. Maar hoe dan ook, binnen 3 maanden is zover en kunnen we vertrekken. Even terug een kleinere update. We hebben dus deze week een gesprek gehad met de zus van Nancy. En ze kende eigenlijk iemand dat terugkwam van Amerika. En die persoon moest eigenlijk zijn of haar, ik weet niet wie dat was, geld laten wisselen. Dus die had nog keiveel dollars liggen en we hebben eigenlijk de dollars overgekocht aangezien dat ze dat bij de bank zou moeten doen, zoals eigenlijk een soort van, hoe moet ik het zeggen, een soort van extra geld moeten bijgeven daarvoor, taxen op betalen, voor het geld terug te wisselen. Dus ze hebben gezegd van, hey, kijk, wij nemen het over. Ik ga jullie even een close-up laten zien, dat je dat kunt zien, hoe dat de briefjes er juist helemaal uitzien. Het briefje dat je nu momenteel ziet, is $100. En dat is omgerekend 91,03 eurocent. Dus de achterkant, in God we trust. Dan hebben we de voorkant. Het voelt echt helemaal zo raar aan dan de gewone eurobriefjes en zo. Ik weet niet. Het voelt zo precies zo monopoliegeld, zo'n beetje, terwijl het totaal geen monopoliegeld is. Dus bij deze was het eigenlijk een soort van voorwoordje voor het echte reisvideo begon. Ik wens jullie alleszins al veel plezier met onze
volgen van de reis. Middels de reis te volgen, laten we zo maar zeggen. En ja, er is nog fameus veel te doen. We hebben nog iets van een tweetal, drietal weken momenteel, hier dat we kunnen gaan. Ik zie het echt compleet zitten, echt compleet. Vond je deze een leuke video? Druk dan op het vind ik leuk knopje. Abonneer je op mijn kanaal en ik zie jullie graag terug bij onze reis. Potverdikke. New York, baby!